Schrijver Thomas Oldeheuvelt ondertekende vanmiddag een contract met de gemeente Nijmegen voor het schrijven van een roman waarin de stad een rol speelt. Dit is de 6e schrijfopdracht van de gemeente Nijmegen. Nijmegen verstrekt gerichte schrijfopdrachten aan auteurs, zodat de stad een plaats in de literatuur krijgt, wat belangrijk is voor de promotie van de stad. Ik speel langer met het idee om met mijn eigen stad iets te doen. Wat ik over kan zeggen, het wordt een klassiek Thomas Oldeheuvelt verhaal, dus het wordt een klassiek Giesel verhaal. In onze moderne stad, teruggaven naar een dieper verleden. Nou, Nijmegen heeft de afgelopen jaar al regelmatig een schrijfopdracht aan een Nederlandse schrijver gegeven. En vandaag voegen we iemand aan toe, Thomas Oldeheuvelt, die zal het volgende boek in de reeks gaan schrijven. En het duurt nog even, najaar 2026, dan zal het er zijn. Dus een mooi moment. En ik denk ook dat echt de hele stad erin voorkomt. Dus niet alleen één plek, niet alleen één wijk of zo. Nee, het wordt echt Nijmegen in hart en nieren. Nou, je kunt op heel veel manieren over je stad praten. In heden en in de toekomst. Je kunt ook op heel veel manieren je stad dus neer willen zetten. En jaren geleden is ooit bedacht, ook al door mijn voorganger, van literatuur is iets wat bij Nijmegen hoort. En literatuur is ook een mooie manier om Nijmegen als thema, als stad, als leefomgeving, net wat je wilt, neer te zetten. Het is dus een alternatieve manier van je stad te promoten, zelfs als het geschreven niet altijd positief is over je stad. Weet je, die stad die ken je van binnen en van buiten. Ik heb altijd gefantaseerd, en overal waar ik kom, je ziet de ruimtes waar je bent, waar je loopt. Maar er zijn zoveel ruimtes die je niet kent op plekken. Plaatsen hebben een soort kracht in zich. En ik ben benieuwd naar die plekken waar je niet kunt komen. Net onder de steegjes, achter de gebouwen, overal. In de aderen van Nijmegen eigenlijk. En dat, daar haal ik denk ik de inspiratie vandaan. Er komen een heleboel mooie dingen samen. De liefde voor literatuur, mensen die echt geïnteresseerd zijn in schrijven en lezen. Wat echt wel kenmerkend is voor deze stad. En tegelijkertijd Nijmegen neerzetten. Eerdere schrijfopdrachten gingen onder meer naar AFTH van der Heide, Thomas Verbocht en afgelopen najaar nog naar Abdelkader Ben Ali. Een schrijver die deze opdracht aanvaardt krijgt 30.000 euro om een boek te schrijven. Het boek van Oldeheuvelt verschijnt naar verwachting in het najaar van 2026.